Yo, beste YouTubers, vandaag is vrijdag de 18e. En ik moet zeggen, ze hebben storm voorspeld. Het is nu 2:30 in Limburg en het is in één keer, 2 uur was niks, 2:30, baaf, regen hoor. Serieuze storm aangekomen al, hè? Het is pas 2:30 in de bosjes. We zitten hier in Limburg, ja, onder die bomen. Daarachter zijn de vlaggen al heel hard. Dat voorspelt niet veel goed. Hè. De wind komt van de slechte kant. Ja. Je zit al zo. Ja, wat? Ik ga terug binnen. Serieus, ja. De hoogte daar, je ziet het daar. Het is al 2:30 nog maar. En het zal pas om 4 uur de ergste komen. Maar het begint al goed hard te gaan. In één keer, in één keer, hè, mensen. Ik denk dat mijn baas in de bomen zit. Oh, wat veel. Ik heb niet veel goeds voorspellen. Ja. Dus aan de andere kant zijn de vlaggen. Ik zal het nu wel laten zien. Ik ga het eens laten zien. Ik zal het dan daar wandelen. Hier in deze hoekjes is het muisstil. Dat is ongelooflijk. In één keer, juist van 1/2 uur geleden was er niks. En nu in één keer, baaf. Ik ga kijken aan de andere kant. Dan trekken we nooit water tegen de venster, maar de wind staat nu tegen de venster. Voor mij is eigenlijk toch deze kant de goede kant, maar die komt nu eigenlijk die kant van het gebouw, van de velden. Dus daar komt die volle kracht, want die wordt niet tegengehouden. Hè. En dat is heuvelachtig. Dan heb je zo zonder al die basjes mogen vastmaken. Die hond is al heel nerveus, hoor eens daar. Eens kijken hoe de wind waait. Oh, daar zit ze. Jongens, dus. 2:30 is het nu dus, 2:30, ja. En dat is al begonnen. Jezus. Allee, mensen, ik vind het veel sterker tot straks. Zelfde hondjes zijn ongerust, die weten niet wat er gebeurt. Wat gebeurt er, Jeanne? Ja, dat weet ik niet. En geen diarke, wat gebeurt er? Ja, dat weet ik niet, ben je ongerust? Zelfde hondjes zijn beschrik. Allee, ik laat die zelfs de rest zien. Yo, beste mensen, nu is het 3:30. We hebben even zo om 2:30 zo echt zo'n wind gehad met heel de regen. En nu is het 3:30 en nu is het rustig eigenlijk. Eigenlijk even rustig. Er is zelf blauwe lucht heel grinder. Kijk, blauwe lucht, ziet je. Maar als de vogels beginnen te vliegen, dat zegt dat er storm op komst is. We vliegen met de wind, ziet je. Kijk, die roepen dat af, ziet je. Oh, de vogels gaan al schuilen, dus die weten dat er storm op komt. Dus. Maar de andere kant, de vlaggen, die gaan ook heel wild. Hè. Die gaan echt woe. Dus ik denk binnen een 1/2 uur dat het ongeveer hier zal zijn, want je ziet dat de vogels er heel achter zitten. Dus die beginnen al uit de struiken te vliegen. Het komt van die kant ginder. Dan krijgen we de wind. Zelfs laat ik zien als ik bij de vlaggen staan. Het zijn nu 4 uur en nu schijnt er eigenlijk de zon, kijk, blauwe lucht. Dat is een contrast als je naar daar achter gaat kijken. De kant. De vlaggen gaan hier serieus. Het is nu 4 uur. Is wind, hè? 4 uur is het nu, hè? Want we hebben heel veel wind, zit je de vlag achter mij staan. Kijk die lucht ginder aan, kijk. Zal de wind vandaag komen dan zo, ja. Hier is eigenlijk vol, hè. Vlaggen, chic, hè. Dus het is echt wind, was even weg en is de wind bijgekomen. Het is meer wind gekomen nu. Dus was de wind weg, dus we zullen even zien wat dat gaat geven. Want achter is het heel zwart. Voor mij is dat heel gunstig dat de wind duwt. De
bomen vallen nog mee. Daar is blauw. En als je dan daar kijkt, wat een contrast dat is. Raar, hè? Dat valt het beste mee, hè? Soms zijn er rukwinden bij je, daarom noemen ze dat rukwinden. Allee, tot zo. Ja, we zijn nu 6 uur aan de Oost-Limburg. Dat valt eigenlijk best mee, zo af en toe rukwinden. Maar als je zo ziet de lucht. Net was al gaan vliegen, maar er zijn af en toe weer rukwinden in de aantocht. Best valt het best mee. Best mee, is gewoon rukwind. Het is nu al 6 uur. Dat ik de ergste voorbij gaat zijn. Hè. De vlaggen. Oeh, het waait er serieus hard. Af en toe rukwinden. Dat zijn die rukwinden. Storm 2022. Tjallu, ik ben niet te abonneren.